Het oprichten van een naamloze vennootschap is niet nieuw in Suriname. Dat zegt minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken nadat er commotie is ontstaan over de oprichting van New Surfing NV. Hij benadrukt dat het enige doel van de NV is om gelden die uit het buitenland komen, het zogenaamde goedkope kapitaal, daar te parkeren. Er is niks geheimzinnigs of vreemds aan de hand met de oprichting van New Surfing NV. Het gaat om een 100% staatsonderneming die valt onder het ministerie van Financiën en Planning. En vandaar dus investeringen te plegen in de financiering van verschillende projecten. Op zichzelf is dit een instrument die voorheen vaker is gebruikt. Mensen herinneren misschien nog NV1 of NV2. Waar Newmont en IM Gold bij betrokken zijn geweest in termen van de financiering. Wij hebben gemeend een totaal nieuwe organisatie op te zetten. Met alle checks en balances. Waarbij de centrale bank ook bij betrokken is. De statuten zijn er. Ik ben blij dat het openbaar is geworden. Het zou sowieso openbaar worden gemaakt op een moment waarop er gelden in zitten. Op dit moment is het eigenlijk een lege NV. Maar we zijn met onderhandelingen bezig met geïnteresseerde financierders die bereid zijn kapitaal naar Suriname binnen te brengen. Die worden daar geparkeerd en in alle openheid besteed. De ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, International Business, Internationale Samenwerking zijn medebestuurders. Simpelweg omdat dat onze ministeriële verantwoordelijkheid is. Juridisch is dat allemaal gecheckt. Dus wat ons betreft is het gewoon een onderdeel van het regeringsbeleid dat we aan het uitvoeren zijn. Dat was minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken. New Surfing NV is afgelopen maand opgericht. De bewindsman blijft erbij dat het hoofddoel van de NV is om nieuw kapitaal tegen aantrekkelijke voorwaarden binnen te halen.